Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Ovation Survival. Ik ben Melvin. En ja, zoals jullie dat allemaal hadden gezien, zoals ik het net ook al zei, dit is weer een gloednieuwe Ovation Survival. Ik ben Melvin, ik doodde net een varken wat ik volgens mij niet altijd zou doen, maar wat ik nog net wel heb gedaan, wat ik heel erg jammer vind. Maar dat is nou eenmaal zo gebeurd. En ja, we gaan weer verder waar we het vorige aflevering gebleven waren. En dat was bij de muur van Melvin, die nog niet een naam heeft, maar die ik wel heb uitgekozen. Ik ga nu een naam op de muur plaatsen en een naam voor de muur. Maar ik ga eerst in mijn dagboek schrijven, want er was ook een reactie dat ik heel lang niet in mijn dagboek heb geschreven. En ik heb ook geen flauw idee hoe lang het geleden is. Ik weet ook niet welke dag we zijn. We zijn nu weer een nacht door het paar dagen vergeten. Ja. Een paar dagen vergeten om in het dagboek te schrijven. Beetje jammer dit, dat ik dat ben vergeten. Maar alsnog, wat heb ik ook alweer allemaal gevonden? Ik heb een pig spanner gevonden. Ja, wat heb ik nog meer gevonden? Diamonds? Nee, ik heb geen diamonds gevonden. Ik heb wel wall of fame gemaakt en huis uitgebreid. Toch? Zo typ je dat. Toch? Ja, voor mij wel. Dat is alles wat ik nog kan herinneren. Klikken we op Don Dilly Do. En dan nu is het moment. Oh, wacht. Ik heb eerst meer hout nodig, zie ik. Zo, dan, ik dacht misschien even een spannend muziekje op de achtergrond. Maar nee, dat wordt hem weer net niet. Ik moet eerst even wat signs nog meer maken. Hupsakee, woep. En die woep. En die woep. En dan woep de woep woep woep. En dan hebben we de woep. En dan hebben we vier signs. Ik zie trouwens dat het nacht wordt. Dus dat lijkt me het net iets veiliger om eerst even te gaan slapen. Voordat ik een creeper in mijn rug krijg die bij die muur. Holy Christus. Dat was een disco muur. Maar voordat ik een creeper krijg die in mijn rug explodeert. Want ja, dat overkomt mij ontiegelijk veel vaak. Dat was ook niet correct Nederlands. Maar dat doet er niet toe. Daar heb ik gewoon heel veel last van. En dat risico, dat kan ik niet lopen. Al helemaal niet met die eerste sign die er nu op staat. Maar oké. Waar is een mooie plaats voor de naam? Ik dacht eraan om van die twee blokjes daarboven, om die niet, hoe gaan we dat doen? Waar hebben we de cobblestone? Hier hebben we genoeg cobblestone. Of ja, deze had ik er ook op kunnen plaatsen, maar oké. Nou, dat maakt voor de rest niks uit. Kijk, we plaatsen deze hier bovenop in het midden. Woep en woep. En dan nu is de naam. Die komt nu. Hij komt er als het ware door de naam die komt eronder staan. Ik heb een nieuw scheldwoord. Nou, scheldwoord. Hoe gaan we dit doen? Oké, de wall, dat was misschien heel erg verwacht, of, wacht, kan ik dan, hoe gaan we dit doen? De wall, of, nee, dan, ik dacht misschien dat het me lukt om het, dat, what the hell man, hoe wil, godsamme de bamme, de wall, godsamme Melvin, wat doe je nou? De wall. Daar kan nu niks achter. Nee, dan moet ik even een oplossing daarvoor vinden. Misschien moet ik de muur eentje breder maken. Oké, dan moeten jullie nog even wachten op de naam en op wie er op de muur komt. Maar ik zal even heel snel deze muur een stukje breder maken. Want dan kan ik... Ik ben iemand die houdt van even dingen en niet dat er twee namen naast kunnen staan. Dus dat zal ik even heel snel voor jullie veranderen. We hebben hier nog een smooth sensor. Die kunnen we nu nog even gebruiken. Dan doen we die even. Zo. En dan was het woep, 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 woep. En dan mis ik een smooth sandstone. En ik mis nu ook wat sandstone zelf. Ik hoop dat ik nog een beetje sandstone in mijn chest heb zitten. Nee. Godsamme, dat kan er ook weer bij. Dan moeten we maar even... hallo Pixmaner, hallo Melvin. Hij zei sorry dat, hij zei hallo terug. Wat aardig van die Pixmaner. Nee, dan moeten we hier maar even snel wat mijnen. En dan halen we dit gewoon eens even snel weg. Dan kunnen we even... oh kut, er zit ook spider web dingetje. Daar moeten we niet in vallen. Want dan duurt het nog langer voordat ik die muur kan afmaken. Oké, we halen dit even allemaal snel weg. Nou ja, snel. Die kunnen mee, die kunnen mee. Oké, hoeveel heb ik er nu? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, ik kan nog tellen vanaf de basisschool. Ik weet, ja, net alsof je dat niet meer zou kunnen.
Daar zat ik over nadenken. Dat is stellen. Zou het hetzelfde zijn als fietsen? Als je het eenmaal kan, dat je het nooit meer kan vergeten. Want ze zeggen wel eens, als je eenmaal kan fietsen, dan verleer je het niet meer. Dat is met een heleboel dingen zo. Maar ik zou dat ook met fietsen zijn. Of ik bedoel met rekenen. Het lijkt mij wel, maar... Goh, huh? Oh, dit is fucking smooth sandstone. Wat jammer nou. Nou, dan moeten we maar even weer een laag zand weghalen. Och, dit duurt echt veel te lang. Ik ben nu al 4 minuten in de aflevering en ik heb nog steeds niks op de muur gezet. En ik heb nog helemaal niks nuttigs uitgehaald. Ja, behalve dat ik de muur een beetje heb uitbereid. Maar dat is nou... is het niet uitgebreid trouwens? Ja, voor mij is het uitgebreid. Nou ja, maakt niet uit. Hupsakee, die gooi daar maar neer. Dan laten we dat eerst maar al daar liggen. En dan nu gaan we even de muur heel snel afmaken. Die zo. Woep. Oké, dit lijkt al ergens op. We hebben hier nog die slappies. Die slabs, ook goed. Die plaatsen we zo. Pardon. En dan is het moment daar. Dat wij nu onze sign pakken. En wij nu de naam hierop gaan plaatsen. Hè? De naam is geworden. Ik weet niet of jullie het een leuke naam vinden of niet. Maar ik vond het wel een leuke naam. The Wall. Of. Oh, nee. Oh, ja, jullie. Holy. Titan. Nee, zo ga ik niet de hoofd zetten. Maar dat is een naam geworden. The Wall of Holy Titan. Ik weet dan niet waar die Holy Titan voor staat. Maar dat op het moment... Ja, scheld. Als iets niet gaat, of als ik iets zie waarvan ik denk... What? Dat kan niet. What the fuck face? Dan zeg ik heel snel Holy Tita als ik... Bijvoorbeeld als ik Battlefield 4 speel. En deze naam is door... by... Standerij. Oké, Standerij, bedankt voor die naam. Jij staat nu daar. En dan nu... Gaat er nog iemand op de muur staan? De Wall of Holy Titan. Oké, Holy Titan. We gaan nu iemand opnieuw op de muur plaatsen. En ik heb uitgekozen. Ja, jawel. Spannend. Oeh, ik kan nu niet zelf typen, maar... Het begint met een S. Daarna A-M-A-N-T-A. Ja. Samantha van Kappel, jij staat bij mij op de muur. Oh mijn god, er moet nog een hartje bij. Heel dom. Ik zal eens snel het hartje erbij doen, maar... Samantha... God, Sam, ik had mijn vingers verkeerd. Samantha, ja. Van Kappel. Een hartje. Voor jou. Ik vind het super awesome dat je mijn video's kijkt. Heel erg bedankt daarvoor. Jij staat nu op de Wall of Holy Titan. Ik hoop dat je bij me bent. Of blij me bent. Dat vind ik wel. Denk het wel. Maar bedankt voor het kijken naar deze video's. Of naar alle video's. Of wat je allemaal hebt gekeken. Dat vind ik super awesome. En ja. Nu ben ik dus 8 minuten verder. Of 7 minuten verder in de video. En ik heb nog steeds niet echt iets bijzonders gedaan. Oké, nou ja, wat moet er nog allemaal gebeuren? Er is sowieso nog een heleboel dat moet gebeuren. We halen sowieso even deze melons weg, want dan kunnen die weer verder groeien. Dan gaan we denk ik eerst maar even naar de challenges kijken, want dat is ook alweer misschien een tijdje geleden. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe lang het geleden dat we daar zijn geweest, maar volgens mij zijn er nog behoorlijk wat challenges die wij makkelijk kunnen afmaken. En er was even een frame erop en zoals dit. Catch, cook and eat at least 10 tasty fish. Ja, die kunnen we helaas niet meer doen, omdat ik al die godverdomme de kut, kwijt ben. Plant and harvest a wheat field. 16 plus wheat. Die heb ik... Ja, ik heb die gehaald. Oké, ik zie... dat is nou eentje die ik dus heb gehaald. Die kan ik weghalen en dan heb ik een full inventory. Yay. Nu moeten we dus iets opofferen voor die challenge, de Raw Pork Shop, want we hebben toch een pikspanner. Milk for bread, bake 20. Dat is ook zo. Die 64 eten hebben we niet gehaald. Deze hebben we intussen wel gehaald. 16 melons. Dus deze mogen wij kapot maken en hebben we nog een challenge gehaald. Hartstikke mooi. Die moet ik nog wel even een keer maken, zie ik. En create 64 stone bricks, dat moet ook nog gedaan worden. En craft some bricks moet gedaan nog worden. En... craft some hardened clay moet nog gedaan worden. En dan hebben we hier een anvil, kompas en al die shit. En dan hebben we hier, dat doet er eens allemaal niet toe. Ik denk dat het handigst is nu om eerst te gaan vissen. Dan kunnen we die halen.
Dan, ja, dan moeten we... Dat valt bijna niet te hard. Nee. Die ene challenge van die mushrooms, die kunnen wij volgens mij niet meer halen. Of er moeten mushrooms te vinden zijn in de watertempel. Want daar ben ik ook nog nooit geweest. Dan moeten we sowieso binnenkort een keer naartoe gaan. Dat vind ik wel een heel goed idee. En, ja... Wat zou ik nu doen? Ik zou nu iets doen. Ik zou even mijn inventory weer een beetje leeg. Wat heb ik allemaal niet nodig? Lettercap kan er wel even in. Die kan er in. En dan zou ik iets doen. En ik weet niet meer exact wat ik zou doen. Wat is er? Mijn vader kwam even op mijn kamer. Hij moest even de harde schijven, maar dat doet er allemaal niet toe. Ik zou iets zeggen. Een visengel zou ik maken. Dat was hem. Ja, we moeten vissen. We gaan vissen, ja la 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 la, we gaan vissen. Nou, dit is niet echt een liedje of zo, maar we hebben wel tenminste genoeg string om een visengel te kunnen maken. En dat is niet hoe je een visengel maakt, Melvin, maar zo maak je hem. Een fishing rod. Wij kunnen nu in dit prachtige water op zoek naar visjes. Dit is nog geen 1.7, dus wij kunnen nog helaas geen nieuwe vis vangen. Dat komt omdat de shader mod is niet geüpdate en Optifine volgens mij ook nog steeds niet. Dus dat we nog even afwachten en hoe we... holy, huh? What? De dobber die zweeft. De dobber die vliegt. Oh mijn god, man. Dit is wel heel erg raar. Zie dat? De dobber die vliegt in de lucht. Er klopt hier iets niet. Hoe moet ik nog een vis... Huh? What? Huh? Doet dat ding nou zo raar of ligt het aan mij? Nou ja. Visverhalen. Dat verzin ik opeens hoor. Dat verzin ik opeens ter plekke. Nee. Wij hebben een nieuwe hamster. Genaamd Karel. Dat schreeuwde ik net ook naar mijn vader als ik dat erin laat. En anders heb ik dat eruit geklipt als je er niet weet wat ik net zei. Maar dat maakt er voor de rest helemaal niet uit. Ja, hebben we ook. Oh yes, we hebben een nieuwe vis. Of we hebben de eerste vis. Mooi zo. Maar we hebben een nieuwe hamster. Want helaas, onze andere hamster is overleden reeds. En het was niet echt een dier die heel gehecht was of zo. Laat ik eerlijk zijn. Het was een hamster die niet echt tam te maken was. Hij beet echt totdat ik heb wel 6 keer bloed gehad van die hamster. Die nu overleden is. En ja, we hielden hem altijd in de kooi. We gaven hem gewoon voer en witloffen en zo. En dat was gewoon niet een te tam maken hamster. En hij is helaas overleden, we weten niet waaraan. En hij is ongeveer 1,7 jaar oud geworden of zo. Als dat een beetje sens maakt, een beetje... God, ik kom nooit op dat Nederlandse woord, hè. Maar die is dus overleden. En vandaag heb ik dus een nieuwe hamster gehaald. Die ik Karel heb genoemd. Het is nu officieel mijn eigen hamster. De vorige hamster had ik samen met mijn zusje gekocht. Maar die was blij dat het beest dood was. Dus dat vind ik wel een beetje sneu. Maar ik heb er niet om moeten huilen. Maar mijn moeder die zei van ja, wat moeten we met het beest doen? We kunnen hem weggooien. Maar ik denk van nee, dat kunnen we niet doen. Het is wel een beest dat hier 2 jaar is, ongeveer heeft gewoond. En dan gooi je hem zomaar in de prullenbak omdat hij dood is. Omdat zo'n klein beest is. Nee, dat hebben we niet gedaan. Dus we hebben hem begraven. Gewoon simpel begraven. En nu hebben we een nieuwe hamster genaamd Karel. Dit was mijn visverhaal. Ik heb ondertussen maar 1 vis kunnen vangen. Omdat ik veel te hard praat. Want dat zeggen ze wel eens. Ik weet niet of het een waar is of een feit. Maar als jij te veel geluid maakt tijdens het vissen, dat je de vissen wegjaagt. Ik heb geen flauw idee of dit een fabel of een feit is. Dus als jij mij daarbij kan helpen, dan zou ik dat heel handig vinden. Dan zou mijn basiskennis weer een beetje verbeterd zijn. Maar we vangen nog even 1 vis. Dan hebben we er 4. Of 5. We gaan voor de helft. Ja, we gaan voor de helft. En ik hoop dan niet dat het heel snel nacht wordt. Want ik zie dat de zon al ondergaat. En ik... Of heb ik niet geslapen? Nee, ik heb nog helemaal niet geslapen. Nee, ik dacht even dat ik was vergeten om te doen. Maar dat was ik helemaal niet vergeten. Oké, hij beweegt. Oké, dat was iets te vroeg. Hé, varken, je jaagt de vissen weg. Oeh, ja! 4 vissen. Nog snel één. Oeh. Gaan we nog de laatste vis vangen? Gaan we nog een vis vangen? Dat varken, dat is op zich dan wel goed lokkaas. Nee, dat was helaas geen vis. Oké, op goed geluk. Dit moet hem worden, anders dan... Godsamme, nee. Nee, de spawnen voor mij al beesten.
Ja! 5 fucking vissen! Oké, hallo varken! Als ik nametags vind, dan ga ik sowieso een varken vernoemen. Ik ga nu nog even slapen, ik ga even naar de zonsopgang gaan kijken. En dan eindig ik hier alweer de aflevering. Ja! Leuk hè? Superleuk, ik vind het super awesome. Ook al die reacties en zo, maar oké. We hebben hier met een prachtige zonsopgang te maken. Er komt eerst een brandende zombie op me af die ik eerst even moet doden. Dankjewel voor je XP. En dan nu komt het moment daar. Wij drukken op F1 en dan... Ik word fucking aangevallen door een kleine kutzombie terwijl ik een hele prachtige zonsopgang heb. Dus die een beetje verpest, maar nou ja, dat maakt nu voor de rest niks uit. Er lopen hier al mooi wat varkens, zie ik. Dat vind ik wel op zich wel grappig om te zien. En ja, ik eindig hier nu echt de aflevering. Ik zou nu ook trouwens echt een keer tussen de afleveringen door echt Sandstone moeten gaan halen. Er staan nu al 2 op de Wall of Holy Tieten. Ik hoop dat jij nog een reactie achterlaat, dat jij op de muur wil. Dat zou ik super awesome vinden, dus ik ga nu mijn praatje doen. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke aflevering vond. Laat een leuke reactie achter beneden in de comment section met je naam of met hoe je op de muur wil staan. Je hebt 2 regels om te vullen en dan kies ik volgende aflevering weer iemand uit. En als je nog niet geabonneerd bent op mij, druk dan even snel op het knopje abonneren dat hier ook beneden staat. Dan ben je altijd op de hoogte op al mijn video's. En voor dan heeft Melvin nog maar 1 ding te zeggen. En dat is... Doei mensen!